Zo. Welkom allemaal, daar doen we het voor, Stekel. Hè. Dit is precies de 500ste keer dat we topnames uitzenden. En vandaar dat we iedereen hebben uitgenodigd die het leuk vindt om er een keertje bij te zijn. Dat te doen. We doen dat traditiegetrouw ieder seizoen. De laatste uitzending is altijd live met publiek. Stekel, toen we begonnen? 6 jaar geleden of zo, hè? 6 jaar geleden. Ja. Nou, we hebben het eerst voor 4 of 6 keer gedaan. Ja. Dacht je dat je het met me zou uithouden? Nee, dat had ik zeker niet voor. Nee, nou, zie je wel. Ja, alleen dat al is een grote prestatie. Maar goed, daar gaan we het vandaag verder niet over hebben. We gaan het hebben met 3 gasten over waar zij zich zoal druk over maken. We proberen hier bij Topnames enerzijds de trends te volgen, de ontwikkelingen te volgen, en tegelijkertijd een vervolgverhaal te maken. Dit is de 3e keer, Slaven, dat je bij ons te gast bent. Ja. De eerste keer was je eigenlijk nog maar net begonnen met Wayne Parker Kent. Klopt. Online uitgever. Ja. 5 jaar geleden, volgens mij, hebben we net een beetje zitten uitzoeken. 2012. 2012. Ja. Maar goed, dus als mensen willen, kunnen ze dat allemaal terugkijken natuurlijk. Maar toch, voor wie nog niet weet wat jij doet, vat het even samen. Wayne Parker Kent is begonnen als een online uitgever. In essentie zijn we dat nog steeds wel ergens. De activiteiten verschuiven wel steeds meer naar techniek, naar data, naar... We maken nog steeds heel veel content. Dat is absoluut nog een kernactiviteit. Maar je ziet eigenlijk dat soort van de verschuiving. Nou, 5 jaar geleden was het eigenlijk alleen maar content. Nu is het veel meer. Maar leg dat eens uit. Want toen waren jullie een verzameling blog, zou je kunnen zeggen. Specialistische sites rondom niches. Ja. Welke rol speelt die techniek nu dan? Waarom is dat belangrijk? Nou, kijk, wat je bijvoorbeeld ziet is dat waar de markt zich heen heeft ontwikkeld, is dat je aan de ene kant, zeg maar, heb je extreem technische partijen, dus in de social media bedrijven en de giants, zeg maar, die zijn eigenlijk volledig gefocust op technologie. Die houden zich ook een beetje weg van, ja, we zijn geen mediabedrijf, we zijn geen publisher, et cetera, et cetera. Dan heb je vervolgens een soort van de old school publishing houses, die van nature heel goed zijn in het maken van hele vette content. En eigenlijk zie je nu dat bedrijven aan het ontstaan zijn, zoals wij, we bestaan al een tijdje, maar die soort van de brug aan het slaan zijn tussen het nieuwe en het oude. Dus hoe maak je nog steeds goede content waar mensen heel graag naar willen kijken, maar hoe zorg je er dan ook voor dat die content via technologie en via slim gebruik van data ook exact bij die mensen terechtkomt. Ja, waar bestaat die brugfunctie dan precies uit? Want gebruik van data, dat is tegenwoordig zo'n, ze noemen het altijd een beetje bullshit bingo. Hè? Nou, dat roept iedereen. Klopt. Maakt dat eens concreet? Is het profilen van je bezoekers? Is het zorgen dat elke persoon die bij jullie op de site komt echt custom made? Nou, het is weten wat iemand, waar iemand in is geïnteresseerd, op welk moment van de dag. Dan dat stuk content maken waar diegene in is geïnteresseerd. En dat, zodra die er is, op dat tijdstip van de dag, dat stuk content uitserveren. Ja. En als je dat zo zegt in een zin, klinkt het allemaal heel logisch, maar er zitten best wel een aantal technische componenten aan. In hoe je dat dan moet doen. Hoe haal je insights op vanuit een verzameling van leesgedrag? Begint dus wel met goede verhalen. Ja. Per definitie, dat zeg je ook, daarin onderscheiden absoluut. We ons van het is heel begonnen veel, met goede verhalen. Absoluut. Je onderscheidt je daarin van heel veel technologiebedrijven die eigenlijk alleen maar verhalen van anderen opnieuw verspreiden. Exact. Ja. Maar de volgende stap is echt dat je je bezoeker leert kennen en dat je je hele bedrijf daarop. En het interessante daarvan is, je komt op een gegeven moment in een soort van in een zelfversterkend model, waarbij meer goede verhalen zorgen voor meer gebruik, meer interactie met je user. Meer interactie met je user zorgt voor meer data, waardoor je eigenlijk nog veel meer informatie hebt om uit te putten voor nog meer goede verhalen. Hoe sterker je dat wiel kan aanzwengelen, hoe moeilijker je in te halen bent voor andere partijen. Maar is uiteindelijk dan jullie, ik bedoel, je zou kunnen zeggen, goede verhalen schrijven zijn meer mensen, meer partijen die dat kunnen. Is jullie grootste kwaliteit nu dat je dat met dat datastuk, het grote onderscheiden? Ja, kijk, ik denk niet dat je dat op één ding moet gooien. Het is nooit binair, weet je wel. Ik denk dat je als je een bedrijf aan het bouwen bent, zeker een mediabedrijf,
Je hebt zowel creative als technology nodig. Je komt daar bijna niet. Je hebt echt wel beide nodig. Ik denk dat als je ons vergelijkt met publishers van weleer. Ik wil niet zeggen dat wij even goede content maken. Soms denk ik, ja, we zouden eigenlijk wel betere content kunnen maken. Maar wat ons echt wel onderscheidt is dat we vaak veel slimmer zijn in het verspreiden van de content die we maken. En dat zorgt er weer voor dat we steeds meer middelen ook tot onze beschikking krijgen. Steeds meer budgetten tot onze beschikking krijgen om ook te investeren in betere content. Dat is een beetje het spelletje. Dat maakt eigenlijk een mooi bruggetje naar heel recent nieuws. Waarom het ook ontzettend leuk is dat je hier weer bent. Ja, vorige maand maakten jullie bekend dat Mediahuis een belang in jullie heeft genomen. Mediahuis, voor wie het niet scherp heeft, is ook de uitgever van NRC en binnenkort ook van TMG. Of inmiddels is het geloof ik allemaal rond. Is dat ook de logica erachter, dat jullie vanuit jullie kennis de kwaliteitscontent die natuurlijk binnen de titels van het Mediahuis gemaakt worden, ook gaan helpen om dat op een slimmere manier te verspreiden? Nou, het is niet per se dat we aan de content van Mediahuis gaan zitten. Ik bedoel, Mediahuis doet al, volgens mij kan Wart het straks vertellen als hij er zit, maar al 100, het NRC bestaat 125 jaar of zo, ik heb geen idee, maar echt heel lang. Dus ik ga het NRC ook echt niet kunnen en willen vertellen wat zij moeten doen met hun content. Maar waar het wel interessant is, een van de pijlers zeg maar, onder deze samenwerking is dat we inderdaad gezegd hebben van ja, weet je, er gebeurt zoveel interessants aan dat, zeg maar, aan dat stuk van de industrie waar wij van kunnen leren als het gaat om het maken van content, als het gaat om het maken van een journalistiek product. Dat wij heel goed kunnen gebruiken in ons dagelijkse businessmodel. En andersom geldt eigenlijk wel hetzelfde, is dat we ook denken van ja, we kunnen ook best wel wat overbrengen als het gaat over hoe zet je dan een slim distributieplan op en hoe maak je branded content en hoe verspreid je branded content. Dus er zijn best wel goede, verschrikkelijk woord, soort van synergieën te vinden. Ja, we pakken graag altijd wat vragen van Twitter. Jochem die vraagt, hoe kijk je aan tegen het nieuws dat Facebook eigen originele content gaat maken à la Netflix? Zeer recent, hè? Ja, kijk, het is een bredere beweging in de markt. Dus ik kijk daar, ik ben daar redelijk ambivalent in. Kijk, wat je ziet is dat televisie is gewoon aan het lijden, lineaire televisie. Kijkcijfers lopen echt keihard achteruit, veel harder dan in voorgaande jaren. En dat lijkt eigenlijk ook niet echt te stoppen. Gek genoeg blijven de budgetten redelijk overeind, omdat de zenders hun prijzen gewoon een soort van lineair hebben meeverhoogd met de daling aan kijkcijfers. Ja. Dat is natuurlijk best wel gek vanuit een investeringsperspectief. Als je een merk bent en je investeert in je merk, dan moet je dus meer betalen om minder te krijgen. Dat is een model wat niet heel lang meer stand gaat houden. En je ziet eigenlijk dat de traditionele tv-partijen het ook niet echt goed online kunnen oppakken. De Googles en de Facebooks van deze wereld ruiken aan dat geld. Er wordt nog steeds, volgens mij, is de tv-markt net iets kleiner dan qua adspend dan de online advertising-markt. Maar het zijn echt gierend grote bedragen. In Nederland gaat het volgens mij om 800 miljoen of zo nog. Dat budget gaat verschuiven. Dat gaat verschuiven naar richting online. Dat gaat niet volgend jaar gebeuren, maar dat gaat over een periode van 10 jaar gebeuren. 70% daarvan gaat waarschijnlijk naar de grote reuzen. Daarom stappen ze in dat soort content om af te kunnen snoepen van de tv-zenders. 30% daarvan hopen we naar ons toe te trekken. Ja, want dat is natuurlijk onderdeel van jullie strategie. Ja, ja. Precies. Hey, 2 jaar geleden zei je ook bij ons dat het belangrijkste op jouw agenda was dat je internationaal wilde ontwikkelen. Je zei toen dat een groot gedeelte van de content die jullie maken, mits natuurlijk vertaald in het buitenland, even goed bruikbaar is. Er is de afgelopen 2 jaar niet heel veel. Ging naar Berlijn? Exact. Hamburg ging ik heen. Dat is niet echt gelukt. En we liepen gewoon tegen financieringsproblemen aan.
Wat krijg je namelijk is dat, kijk, wij hebben in Nederland best wel een mooi lopende business. We zijn winstgevend, het gaat goed. Je bent eigenlijk een soort van aan het zeggen, als je een nieuw land toetreedt, ben je eigenlijk aan het zeggen, ik pak dit, zeg maar, dit bedrijfje en ik zet het op rood. En rood is in dit geval Duitsland. Ja. Gaat het fout, dan trek je eigenlijk ook de Nederlandse onderneming mee. En we hebben dat in allerlei verschillende constructies, in joint ventures, proberen te gieten met lokale Duitse publishers. En uiteindelijk kwamen we er tegen dat we veel meer bezig waren met hoe gaan we deze samenwerking van de grond krijgen, dan hoe gaan we inhoudelijk deze markt bestormen. Toen hebben we ook de keuze genomen van de Nederlandse business mag hier never nooit onder lijden. We willen dit op een andere manier structureren. Als we dit doen, moeten we het gewoon met voldoende kapitaal doen, zodat we het ook voldoende lang kunnen uitzingen in zo'n markt. En dat is uiteindelijk een van de aanleidingen geweest dat we naar kapitaal zijn gaan zoeken. Ja, en dat is ook hoe je met Mediahuis daar bent uitgekomen. Want je zegt nu ook, met deze kapitaalinjectie gaan we alsnog dat proberen. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En het grappige genoeg is, zeker in die Duitse markt, er is echt niet zo heel veel veranderd. In Nederland is het echt best wel snel gegaan en is er heel veel gebeurd. In Duitsland heb je nog steeds gewoon twee grote mediapartijen die de markt best wel on lock hebben. En er is eigenlijk vrij weinig beweging te zien daar. Dus ik denk nog steeds dat we een hele goede kans maken. Stefan Verkerk vraagt op Twitter, wat was het mooiste moment voor jou van de afgelopen maanden? What makes you tick? Oh, wauw, mooie vraag. Ja, ik heb in de afgelopen maanden, 15 maanden geleden een dochtertje gekregen. Dat was wel echt het mooiste. Ja, dat is wel het mooiste. Dat is ook belangrijk. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Dat hij daarop doet. Ja. Ik denk, kijk, het is makkelijk om te zeggen, een soort van de investering of de soort van de partnership die we daarin hebben gemaakt, daar heeft heel veel werk in gezeten, maar dat voelt een beetje als een startschot. Nu moeten we het gaan doen. Dus dat het moment aan zich, de deal met Mediahuis. Ja, de deal met Mediahuis was mooi, maar niet het mooiste. Dus ik moet heel even graven wat het dan wel was. Kijk, is echt de vraag naar je passie. Weet je, wat maakt dat jij elke ochtend toch weer met plezier aan het werk gaat? Weet je wat het grappige genoeg? Ja, grappig genoeg, we hebben onlangs een HR-manager aangenomen. Jezus. Is dat het mooiste moment? What makes him tick? Dit is mega interessant. Ja, want ik krijg deze reactie eigenlijk altijd. Ja, want, terecht. Met de kader. Weet je wat dat voor mij betekent? Namelijk, we zijn nu met meer dan 100 mensen bij William Park. Echt? En voor mij heeft het eigenlijk betekend een soort van, holy crap, we hebben nu gewoon een echt bedrijf. Ja. Want hier, zeg maar, alles voor dat punt was wel, dat fixen we wel ergens in de wandelgangen of zo. En op een gegeven moment merk je van, klote, dat gaat gewoon niet echt meer. Het gaat ook niet meer allemaal vanzelf. We hebben heel lang gezocht naar iemand die soort van die match had, et cetera. En toen dat eenmaal rond was, dacht ik, nu zijn we dus gewoon een bedrijf. En hoe gek dat ook klinkt, het maken van dat team, we zijn het afgelopen jaar denk ik met 30, 40 mensen gegroeid. Het maken van dat team en het inzicht dat er inmiddels dus 100 mensen bezig zijn met dezelfde kant op rennen. Kwam bij mij samen in die ene hire. Dat is voor mij de soort van, nu doen we echt mee. Maar heb je ook een ondernemingsraad? Dat nog niet. Dat moet bijna. Uitkijken. Ja, klopt. Als iemand zegt dat het absoluut, dat hij dat wil. Absoluut. Dat hebben we nog niet gehad. Dus ik nodig bij deze iedereen uit. Nee, maar het interessante is bij ons, zeg maar, is dat je, het is natuurlijk ook echt een hele jonge club met mensen. We zijn er ook trots op dat we dingen anders doen dan anders, weet je wel. Dus misschien komt die ondernemingsraad er, misschien niet, dat maakt me niet eens zoveel uit. Maar ja, en een ander ding is, jullie begeven je ook op het overnamepad. Jullie hebben One More Thing recent overgenomen. We staan ook twee keer zo lang als wij, drie keer zo lang. Dat is ook een kick, denk ik, om zoiets erbij te halen. Maar wordt dat echt een onderdeel van jullie strategie? Zeker. Ja? Je bedoelt het overnemen van Bestaande titels?
Ja, absoluut. Absoluut. Eigenlijk wat we willen... En wat voor criteria moet zo'n titel dan aan voldoen? Nou, het moet sowieso echt bekend zijn in de markt, in een bepaalde niche. Ja, als je het hebt. Allemaal niche, dat is het kenmerk van wat je doet. One more thing, niet against Apple, iPhone, dat is exact, gewoon een soort van de early adopter Apple niche. Daar zijn ze echt mega sterk in. Ik bedoel, ze komen daar elke maand 900.000 gebruikers kijken. Ja. Mega loyale community. Ja. Dat is een heel mooi begin voor ons om meer te kunnen doen. Je kunt zo'n platform echt uitbouwen. We hebben natuurlijk op One More Thing zit inmiddels, de redactie is vrij klein geweest toen we het overnamen. Ik denk dat als je het allemaal een beetje bij elkaar optelt, misschien 2,5 FTE. Bij ons zit er gewoon op het tech cluster zitten er al 10 mensen te knallen op dat hele stuk. En ik denk dat we, het brengt bereik met zich mee, maar we brengen ook een soort van de expertise met ons mee. Dus je kunt dat op een hele mooie manier uitbouwen. Dus dat gaan we zeker vaker doen. Even één, de laatste vraag denk ik steken, want drie keer een kwartier gaan we al net niet gaan we meer redden. Roos van Vught vraagt, omdat je het had over HR. Benieuwd naar het HR-beleid. Kun je daar iets over zeggen? Zoek je naar speciale mensen? Zoek je naar een bepaalde mix van mensen? Wat is jullie beleid als je die 100 mensen hebt? Hè? Nou, ja, kijk, dat beleid moeten we de komende maanden natuurlijk echt een beetje... Ik wil ook oppassen voor het woord beleid. Maar dat moet de komende maanden... Ja, ik heb toch aan geloven, precies, dat moet de komende maanden vorm krijgen. Maar het mooie aan dat traject is dat we echt aan het zoek waren naar... een soort van de HR-operatie... die was wel geregeld, weet je wel. De loonstrookjes die gingen via een systeempje en de salarissen werden overgeboekt en je kon je vakantiedagen ergens inplannen. En weet je, daar zoeken we niet naar. Dat is op zich, dat kan je met allerlei tooltjes kan je dat regelen. Ja. Waar we naar zoeken is, weet je, Wayne Park kent is een bepaalde cultuur en we komen nu in een fase dat we sowieso hard gegroeid zijn en we verwachten nog harder te groeien. We verwachten het ook internationaal te gaan doen. Dus hoe behoud je een soort van dezelfde spirit als je naar 150, 200 mensen misschien over 2 of 3 land. Dat is het moeilijkste wat er is. Ja. Dus dat hele, hoe we dat exact gaan doen, kan ik je nu echt niet vertellen. Cultuurbewaking zouden ze dat bij Ajax noemen. En dat geven ze dan aan Dennis Bergkamp. Dat is een super grote uitdaging ook bij ons, weet je wel. Maar dat betekent wel dat je ik vind het wel echt lachen om dat te zien, om dat mee te maken. Dat is mooi om dat te bouwen. Ja. Ja. Hey, nog één laatste vraag van mij. Je bent hier ongeveer gemiddeld elke 2-3 jaar. Ja, over 2 jaar. Dus over 2 jaar ben je hier weer. Waar sta je dan? Dan hoop ik dat we elkaar ergens opzoeken in een komen wij naar New York of zo? Duitse, Franse. We gaan niet de Engels spreken de markt doen. Dat is nog steeds de... Volgens mij was dat zei de vorige keer. Ja. Zei je toen ook. Dus dat plan is nog steeds hetzelfde. Dus ergens een Duitse, Franse, misschien hopelijk Chinese of zo stad. Komen we elkaar dan tegen. Ja, okay, maar jullie gaan gewoon doorrammen. We gaan gewoon doorrammen. Dan mogen jullie wel trouwens applaudisseren voor deze.